De gemeente Rotterdam treft in de buitenruimte veel voorzieningen voor mensen met een rollator of met een scootmobiel. Maar toch zijn er nog een aantal knelpunten. En dit leefbaar raadslid gaat kijken wat die knelpunten precies zijn. Ze hebben onlangs een hoop nieuwe bruggen in Omhoort gemaakt en dat is heel goed. Alleen ze zijn vergeten om die bruggen aan te laten sluiten met de tegels. Waardoor er dus een hoogteverschil van soms 5 tot 6 centimeter ontstaat. Met het vervelende daarvan dat je dus een enorme opduvel krijgt als je er op rijdt met de scootmobiel. Maar ook mensen die bijvoorbeeld 's avonds hier lopen te wandelen, niet een scootmobiel hebben, er ook over kunnen struikelen. Volgens mij is die opgevoerd. Ja, ik denk ik zal die gasten van Rijnmond eens even laten lopen. Ja, laten we lopen hoor. Nou, dit is dan ook zo hekwerk hè, waar je aan komt rijden. Je hebt toch hele goede stuurmanskunsten nodig om hier dan doorheen te kunnen komen. Want ja, als je hem dan probeert te draaien, dan moet je echt ja, goed insteken en goed bijsteken om er tussendoor te komen. En zoals ik zeg, ik rij met een klein scootmobieltje. Maar als je natuurlijk, de meeste mensen rijden met een iets groter formaat, nou, dan kom je er gewoon niet doorheen. Maar waar het om gaat, misschien als je het hek 50 centimeter verzet, dan voorkom je dit soort dingen. Oh jee. Geen paniek. Wordt aan knopjes gedraaid? Is de accu leeg? Nee, dat denk ik niet. Nou, doet u dit in de hele stad? Merk je dan dat er nog veel van dit soort punten zijn? Nou, er zijn inderdaad punten in de stad waar het inderdaad gewoon verbeterd kan worden. En die probeer ik nu in kaart te brengen. En daarmee gaan we gewoon kijken in oplossingen van hoe kunnen we dat oplossen. Dat mensen die in een scootmobiel of in een rollator rijden ook gewoon fatsoenlijk zich kunnen bewegen van A naar B. Dan moet de AWB maar komen. Ja, hij gaat weer aan de gang.